Digitale communicatie wordt steeds belangrijker en in de metaverse bieden zich tal van nieuwe manieren aan. Eén daarvan is het gebruik van hologrammen. Om hier meer over te weten te komen, gaan wij langs bij een specialist die ons hierover alles kan vertellen. De reden dat de metaverse onbekend is voor bedrijven is omdat er heel wat definities de ronde doen en er niet eensluidend overeenkomst is wat het nu juist moet zijn. In essentie mag je zeggen dat eigenlijk het idee van een virtuele wereld er altijd in terugkomt en dat de mogelijkheden in de metaverse oneindig zijn. We hebben een app ontwikkeld die je kan terugvinden in de App Store onder de naam Air, waarmee je hologram kan opnemen en die dan in augmented reality afspelen. Het is op een zeer eenvoudige manier dat je dat kan doen. Het is zo makkelijk als een filmpje opnemen op je iPhone of op je iPad. En op die manier kan je eigenlijk op een zeer intieme, maar ook realistische manier communiceren met anderen. Holloway biedt de mogelijkheid om videocommunicatie te verrijken aan de hand van hologrammen, waardoor dan elk 2D-beeld 3D wordt. En hier denken we ook aan bijvoorbeeld customer support, dat typisch met e-mails met chatbots werkt, dat wij daar denken dat ook juist daar hologrammen een meerwaarde kunnen betekenen. De toekomst van communicatie gaat nog veel diverser zijn dan dat we nu al kennen. En hologrammen gaan daar zeker een deel van uitmaken.